Vrijdagmiddag vertrokken 150 pielreuzen en pielreuzinnen opgewekt naar de LVK-finale in Kessel. Voor het instappen straalden Stef en Tamara en genoten nu al van hun behaalde finaleplaats. Hoe voelen jullie je? Goed. Goed, Stef? Ja, fit. Lekker. Ja. Zin in. Ja, zeker. Oké, dus het wordt knallen vanavond en dan we straks terugkomen. Wat brengen we dan mee? Dan brengen we heel veel lol en plezier mee, want dan gaan we hier bij Egemeers nog even door. Ja. Oké, en daar gaan we met z'n allen voor naartoe, toch? Ja, ja, absoluut. Ja. En eens even kijken hierachter wat er allemaal gebeurt. Wat vinden jullie ervan? Wat wordt het vanavond? Ja, heel erg leuk. Heel erg leuk. En wie gaat er winnen? Kom aan. Proef maar. Het feest barstte al los in de bus op weg naar Kessel. Van de hoofdjury en het publiek kregen Bjorn en Mieke de meeste punten. De overige juryleden gaven hun punten echter aan andere liedjes, waardoor Bjorn en Mieke net als vorig jaar bleven steken op de tweede plek. Hoe is dit voor jullie gevoel gegaan vanavond? Ja, super. Eerst bij het publiek weer, net als vorig jaar. Eerst bij de hoofdjury. En dan is je weet het, de andere jury's is een loterij. Toen we de eerste keer 8 punten kregen, wisten we eigenlijk al genoeg van ja, dat is te weinig om te winnen. En uiteindelijk werden we er toch nog tweede. En weer tweede, ja, dus aan de ene kant balen, aan de andere kant, ja, iedereen heeft wel eigenlijk uitgesproken dat ons nummer een van de beste nummers is, dus ja, top. Dan komt het succes dadelijk wel in het veld. Oh, maar dat geeft een gigantische voldoening, toch? Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En dat hebben we vorig jaar gemerkt en dat merken we nu weer. Ja. Dus dat komt goed. Veel leuk knallen. Ja, het is niet meer aan verwacht, maar goed, het is jammer, het is goed, ja. We hebben 20. Kom maar. Ja. Ja, het was een waanzinnige avond. Het was een supermooi feest. Ja, dat was zeker. En de sfeer zat er goed in. En dan is de uitslag is supermooi, vind ik echt mooi. Tweede, ja, daar moeten we gewoon trots op zien. De verwachtingen waren natuurlijk hoog, hè? Dat mogen we vertellen. En ook het publiek reageerde gigantisch goed. Dat zag je trouwens bij Stef en Tamara ook, hè? Ja, die zaten in het begin. Het publiek pakte het liedje wel. Ja. Ja. We zien van een Calimero-gedrag van Venray af. We stonden er gewoon bij. Ja. Ieder jaar, kom. Oké. Okay. Ja, dit is een super mooie uitslag. Ja, we moeten echt trots zien. We zien goed. Het is een mooi feest en het wordt een mooi feest en we gaan er met z'n allen. Het mooiste feest komt dadelijk in de foyer. Dat wil ik zeggen. Ja, laten we jullie terug. Ik hang
tussen hemel en vaste lovend. Ik voel me een engel, verlangen naar vaste lovens grond. Door het geluid van de stilte ontstaan kleuren die mij behagen. Rap naar beneden, wie een kracht helpt wij mee terug waar ik stond. De ballon vol confetti vliegt de sterf tot de zonnige branden. We zweven in gedachten, ziet er weer toch maar even te landen. Op weg naar morgen blijven we in de vlucht vandaag. Een briesje vast en lovend, zelfs een tegen wind terug. Nooit zo'n rustige vlucht kunt een duvel niet mee nog open. Ik stook het vuurke op met wat bronsgroen eikenhout. De muziek knalt deel de rook, de sterren genauw beginnen. De stilte is geweest, de turbulentie die vuurt zo vertrouwd. Een luchtballon vol confetti vliegt de sterf tot de zonnige branden. Zweven tien gedachten, schuurt er één, tot mijn even te landen. Voor Proefbaar was het een eerste deelname aan het LVK en ze genoten daar ook zichtbaar van. Ja, het was vooral best wel overweldigend in het begin. Ja, inderdaad, het publiek dat deed goed mee en het, natuurlijk, als we hebben veel aanhang meegenomen, dus ja, dan gaan ze vanzelf. Hè. Als ze dan eenmaal die sjaals omhoog doen en dan ziet er in één keer uit alsof het inderdaad, dus ja, zijn er een hoop. En dan, ja, wat ik in ieder geval beleefd heb, is op dat moment leef je even op een wolk en een half uur daarna besef ik pas hoeveel eigenlijk er zo gebeurde. Dus dat was, ja, was gewoon super leuk. Ja. Dat is in ieder geval een bijzondere ervaring die jullie gehad hebben en die nemen ze niet meer af, toch? Nee, dat zeker niet. Dat kunnen ze ons niet afnemen, nee. Ja. De ervaring die hij had was eigenlijk overweldigend met zoveel publiek. Hoe heb jij het ervaren? Oh, hetzelfde als Stef, denk ik. Ja. Dat is echt fantastisch, echt. Ja. Echt genieten. Ja. Super. Nou, nog hier. Ja, en dat moet ook zo blijven, hè? Ja. Oh. Nou, wij hadden echt de indruk, want jullie zaten voorin, hè? Dat het publiek heel goed bij jullie meeging. Ja, was ook. En dat gaf in ieder geval een heel goed gevoel. Nee, dat gaf ook, ja. En ja, dat hebben we ook gewerkt dat we zo'n punt bij de publieksjury hebben gekregen. Dat is de grootste beloning die we kunnen hebben, echt. Echt. Weet je nog hoeveelste dat je bent geworden of niet? Nee, weet ik echt niet. We hebben 100 keer meer punten bij de publieksjury gekregen dan bij de rest van de jury. Ja. Nou ja, goed, dat zegt iets. Dat zegt dan toch iets over een liedje. Dat is gewoon helemaal goed. Wij zijn hartstikke tevreden. Ondanks dat ze niet gewonnen hebben, toch een trotse vader, denk ik. Ja, maar... Zeker ziek trots, maar die kwamen hier echt niet om te winnen. Nee. Die hebben hier metgedaan omdat ze het keileuk vonden om hier te staan. Dat was hun droom. En hun droom is uitgekomen en het is geweldig om mee te maken. De uiteindelijke winnaars werden Spik en Span met een liedje Believe. Ik ben heel blij voor Spik en Span, want het zijn super gasten. Maar Björn en Mieke had ik toch eigenlijk nog meer gegund. Ja. Ja. Nou, dat is eigenlijk een beetje de mening van de zaal. Hè? Ja, het hele publiek komt zo uit zijn dak wie dat optreden wordt. En wie spreek ik van allemaal van Pierre en Mieke, hij moet te wennen. Echt waar. Ik wil blijven. Ik wil
de deur vlug op. Het is een zaak te hebben niet. Die voor nog lang niks open. Weet er nog een nacht te bie. Om het uit te drinken. En het café geeft vol de raam. Kom geen nog het drinken.